Alright dames en heren, deze video is belangrijk voor iedereen die rijk wilt worden en niet weet waar te beginnen. Wat ik vandaag met u ga delen dat is geen rocket science, maar elk individu kan doen wat ik ga delen en er rijk van worden. Niet snel rijk. Maar wel rijk. En nee, ik ga het niet hebben over het winnen van de lotto of de politiek ingaan. Dat zou iets te gemakkelijk zijn voor deze video. Maar eerst en vooral mocht je me nog niet kennen. Mijn naam is Kelfruit hier en ik deel al mijn lessen over ondernemerschap. Want ik geloof dat het wel anders kan. Dus like deze video, abonneer op mijn YouTube kanaal voor meer waardevolle video's. Maar wat veel mensen niet weten is dat ik meer dan 300.000 euro geïnvesteerd heb aan zelfontwikkeling. Ik heb geleerd van de meest succesvolle ondernemers ter wereld. Ik heb boeken gelezen, masterclasses, cursussen, coaching, noem maar op. En elk van hen heeft bij mij iets in mijn hoofd geprogrammeerd dat ik denk dat veel mensen niet begrijpen. Kel, je gaat niet rijk worden door te blijven werken voor geld. Maar je moet een manier vinden om geld te laten werken voor u. En nu hoor ik u denken, ja maar ja Kel, ik wil geen bedrijf starten. Of ja maar ja Kel, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Of ja maar ja Kel, ik heb hier absoluut geen tijd voor om mij daarmee bezig te houden. En ik snap dat. Maar wat ik vandaag met u ga delen... Iedereen kan dat doen met een computer. Je kunt starten met 50 euro per maand en het duurt u 5 minuten per maand. En ja, wat ik ga delen vandaag, doe ik zelf al langer dan 3 jaar aan een stuk, consistent. Met 5 minuten per maand. Kleine disclaimer voor alle duidelijkheid: ik ben geen financieel adviseur. Wat ik deel is gewoon simpelweg wat ik zelf doe, al langer dan 3 jaar aan een stuk en elke maand opnieuw. Goed, gaan we beginnen? Hoe zit het? Nu, laten we eerlijk zijn: een normaal loon in België, 40 uur per week, dat is amper genoeg om alle kosten effectief te kunnen gaan dekken. Het is niet meer zo gemakkelijk, het is niet meer zo evident. Uh, wat dat vroeger een euro is, is vandaag 2 euro, 3 euro. Het is belachelijk geworden hoe duur het is geworden. Maar we moeten daar mee omgaan. We moeten dat leren omarmen en dat is helemaal oké. Okay. Het goede nieuws is dat we hebben een 40 uur week, maar ieder van ons heeft 168 uur in, uh, per week. Dus we hebben een 40 uur week waar we moeten gaan werken voor iemand anders, maar we hebben 168 uur per week. Dat betekent dat we toch wel heel veel uren over hebben. En het enige wat ik vraag is dat je 5 minuten vrijmaakt per maand om te doen wat ik vandaag met u ga delen. Misschien moet ik daar ook nog een disclaimer over maken. Het duurt mij vijf minuten om te doen wat ik vandaag ga delen. Oké, okay, genoeg gerateld, waar heb ik het over? Periodiek beleggen. Periodiek wat? Wel, eigenlijk is dat heel eenvoudig. Nu, voordat je wegklikt, ik heb duizenden euro's betaald aan mijn mentor, Imad Batu, die dat ik voor de rest van mijn leven dankbaar zal zijn voor het inzicht dat hij met mij gegeven heeft. Getoond heeft wat de mogelijkheden zijn van periodiek te beleggen, gewoon die lightbulb. En ik hoop dat ik die lightbulb ook aan u kan geven. Want hoe rapper dat hiermee start, hoe groter de kans dat je rapper financieel vrij en onafhankelijk gaat zijn. Nu, waarom is periodiek beleggen zo effectief? Heel eenvoudig, door het principe van compound effect. Wat is het compound effect, mocht je dat nu nog nooit gehoord hebben? Heel eenvoudig, kleine acties plus consistent uitgevoerd over een lange periode, dus niet snel rijk. Maar rijk, dat is wat we willen worden, is exponentiële groei. Ik herhaal, kleine acties, consistent uitgevoerd over een lange periode, is exponentiële groei. Eenvoudig gezegd is het effect van rente op rente, mocht je dan misschien al eens gehoord hebben, waarbij dat je niet alleen rendement krijgt op je initiële investering, maar ook nog eens op de rente die je in de loop van een tijd hebt opgebouwd. En dat zorgt voor een sneeuwbaleffect, waarbij dat je vermogen steeds sneller groeit naarmate de tijd vordert. Dat is waarom het belangrijk is om te stoppen met korte termijn, maar te denken aan uw lange termijn. Albert Einstein noemde dit het achtste wereldwonder. En misschien is het dan noodzakelijk voor ons om te implementeren wat dat hij het achtste wereldwonder noemde. Periodiek beleggen, compound effect, sneeuwball effect, let's fucking go. Nu, ik wil u graag wat voorbeelden geven, omdat het moment dat ik voorbeelden zag van de impact van rente op rente, dat was een moment dat het bij mij klikte en ik zei, voor de rest van mijn leven ga ik dit elke maand opnieuw doen. Want dat zal ervoor zorgen dat ik vroeg of laat nooit nog moet werken voor geld, maar dat geld voor mij zal werken. En ik hoop dat jij na het bekijken van dit stuk... Lightbulbs gaat hebben, en dat je start met investeren, en dat je gaat investeren voor de toekomst, voor de toekomst van je kinderen, voor de toekomst van je kleinkinderen, wat dan ook, maar dit is wat ik geloof dat elke bel vandaag zou moeten doen. Nu, jij bent een bepaalde leeftijd vandaag, gefeliciteerd, wat je leeftijd ook is, ik word er 28 op het eind van deze maand, en ik word er 28 op 28 april, en wanneer wil ik rentenier? wanneer zou ik op pensioen willen gaan, of hoe lang zou ik dit willen volhouden, oké? Okay? Laat ons zeggen dat een Belg op zijn 67 op pensioen kan gaan. Wat dat belachelijk lang is. Stel je voor dat je zou zeggen, ik wil eigenlijk vroeger op pensioen gaan. Um, top, laat ons dat doen. Laat ons op ons 55 op pensioen gaan. Dat is 12 jaar gewonnen. Geld gaat voor ons beginnen werken. En ik heb nog wel wat jaren dat ik kan investeren, periodiek. Nu, hoeveel zou jij elke maand okay, willen beleggen? Okay. Um, dat is een vraag die dat je zelf moet afvragen. Ik heb ze biedt nog een vuistregel die dat ik met u ga delen. En... Uh, ik hoop dat je daar dan bijvoorbeeld aan houdt. Wat belangrijk is, is dat je de discipline hebt om het elke maand opnieuw te doen. Ik weet het, het is verleidelijk om liever andere dingen te kopen, andere dingen te, uh, te doen. Maar wat belangrijk is, is dat je dit periodiek elke maand opnieuw dat dat vaststaat. In mijn geval, elke 24ste van elke maand investeer ik mijn geld naar het platform dat ik gebruik. En elke 28ste investeer ik in de aandelen, de fondsen en de ETF's waarin dat ik investeer. Dus uh, dat is wat ik doe. De vraag is, hoeveel geld heb je vandaag? Laat ons zeggen dat je arm bent. En no, no disrespect, maar je hebt vandaag nul of je start gewoon volledig met nul euro. Je hebt nog niks om te investeren. En um, hoeveel geld zouden kunnen, hoeveel zijden bereid, hoeveel zouden kunnen investeren? Er zijn nog een paar vuistregels die ik straks met u deel. Hoe zouden kunnen en willen investeren elke maand opnieuw, periodiek? In mijn geval, of in dit geval van. In het geval van deze video ga ik pakken 100 euro per maand. Ik geloof dat iedereen de mogelijkheid zou moeten kunnen hebben. Al moet je je Netflix abonnement opzeggen. Al moet je pedicure in plaats van om de 4 weken, om de 8 weken doen. I don't care. Zoek naar manieren om op zijn minst 50 euro, 100 euro per maand aan de kant te leggen. Iedereen kan dat. Ga een keer naar wat je inkomsten zijn, wat je uitgaven zijn. En bestudeer, bekijk waar dat je dat op zou kunnen besparen. Ja, maar kijk, ja, ik moet nog leven. Ja, ja dat weet ik. Korte termijn opofferingen voor lange termijn succes. Bo. Wat is het gemiddelde jaarlijkse rendement dat je gaat verwachten? Op de bank is dat 0%, 1%, 2%. En ik snap niet waarom ze dit op school nooit geleerd hebben. Ze willen ons gewoon arm houden, no offense, maar dat is gewoon de realiteit. Maar als je zou nuchter gaan kijken naar wat dat globaal gezien de wereldeconomie doet, en je gaat gaan kijken naar de, uh, wat dat de voorspelbaarste investeringen zijn, dan kom je niet uit bij de bank. Je komt niet uit bij het, het, de, zeke, de grootste zekerheid is de bank. Dat is niet waar. De grootste zekerheid, en dat is vanuit mijn ervaring... De grootste zekerheid is de economie. Investeer in de economie. Want als er geen economie is, dan hebben we straks allemaal geen geld niet meer. Dus een land heeft, moet de economie draaiende houden om te zorgen voor uw inkomsten mijn inkomsten zorgen voor de overheid de staat noem maar op. Dus voor mij is de globale economie super belangrijk en ik snap dat je geen tijd hebt om je eigen bedrijf te starten, maar wat ik minder snap is dat je je geld niet zou kunnen investeren in bedrijven. Platformen geven onze toegang om te investeren in bedrijven zonder dat we daar zelf actief in moeten bezig zijn. Dan noemen ze investeren, investeren in. Beursgenoteerde bedrijven, in aandelenfondsen, in indexen, noem maar op. Nu, globaal gezien, de SP500, dat zijn de 500 grootste bedrijven uit de Verenigde Staten. Simplistisch uitgelegd. En als je zo gaan kijken naar de koers van de SP500, oké? Okay, de koers van de SP500, dan gaat het tot de conclusie komen dat de SP500 sinds de oprichting of de start van de SP500: dat er gigantisch een gigantisch rendement is geweest. Oké? Okay? Een rendement dat we allemaal niet gaan meegemaakt hebben. Helemaal oké. Okay. Maar wat zot is, is dat de SP 500 gemiddeld gezien, globaal gezien, jaar over jaar ongeveer tussen de 8 en de 12% rendement oplevert. Wat een drastisch groot verschil is ten opzichte van uw geld op de bank zetten. In het afgelopen jaar heeft S&P 500 tot nu toe van afgelopen jaar 23% uh, procent opgeleverd vanaf het begin van het jaar tot nu 8% opgeleverd. De S&P 500 is gewoon een heel voorspelbare manier geïnvesteerd in de grootste bedrijven. De kans dat één bedrijf failliet is is groot. De kans dat 500 bedrijven in één keer failliet gaan Bestaat die kans? Bo, dus stel eens voor dat we zouden gebruik maken van de 8%. Hè? In plaats van 10% of 12% dat hier aanbevolen wordt, we gebruiken 8%. We zouden gaan berekenen hoeveel geld we zouden hebben om ons 55%. We blijven werken, we blijven ons best doen, we blijven ons inzetten. Maar elke maand en we sturen 100 euro in bijvoorbeeld een indexfonds, oh, SP 500. In de vanguard. Maakt al niet zoveel uit. We klikken Calculate. Dan komen we tot de conclusie dat we in 27 jaar zelf maar 32.400 euro geïnvesteerd hebben. Maar dat we maar liefst 81.000 euro groei hebben gekend door rente-op-rente -rente effect. Met als gevolg dat we 114.000 euro hebben. Dus stel je voor, je zal zeggen: Ja, maar Kjell, dat is toch niet zo genoeg. Ik wil meer. Laten we gewoon zeggen: wij investeren niet tot ons 55. We zouden wel investeren tot ons 67. En we berekenen dan een keer. Boom. We hebben op ons 67 een extra 320.000 euro. Het probleem vandaag is dat de meeste mensen denken aan hoe kan ik morgen rijk zijn, in plaats van hoe kan ik effectief rijk worden, zodat ik nooit nog voor geld moet werken. Maar dat geld voor mij begint te werken. Maar stel u voor, je bent iemand die zegt van nee, ik wil me daar eigenlijk wel in slaan, ik ben iemand die dat wel goed kan sparen, ik ben een goede spaarder, ik ben bereid om wat harder te werken, mijn inkomsten te verhogen, ik ben daartoe bereid, ik kan een eigen business starten, ik kan iets in bijberoep doen, ik kan niet extra 1000, 2000, 3000 euro per maand verdienen, en ik ga dat geld in plaats van op te doen en jolo de good life, ga ik dat geld gebruiken om te investeren. En je ge investeert geen 100 niet meer, maar je investeert 1000 euro per maand. En ja, dit is meer dan mogelijk en ik spreek uit eigen ervaring. En we doen dat van 28 tot opnieuw, ons 55 jaar. Dan gaan we zien dat we over de miljoen euro verdiend hebben, waarbij dat 72% van heel dit kapitaal is gegenereerd door rente op rente effect. En dit is dus zo belangrijk. En ik ga de link van deze calculator in de omschrijving zetten, zodat je voor jezelf kan experimenteren hoeveel geld je kunt hebben in een... Binnen 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 50 jaar, whatever. Maar wat belangrijk is, is hoe rapper dat je hiermee begint, hoe groter, hoe groter, hoe groter het verschil. Hoe meer, meer geld je gaat hebben wanneer dat je beslist om alles uit te cashen. Laat mij een voorbeeld geven: het verschil van 55 naar het 50. Hè? Dit is verschil van maar, maar 5 jaar, geeft ons een verschil van bijna 400.000 euro. En geen idee of dat. Je Jij dat veel vindt of niet, maar 400.000 euro is een mooi zakcentje dat je aan de kant kunt zetten door vijf jaar langer te investeren. Dus wat belangrijk is bij compound effect, is dat je het lang genoeg doet zoals ik je net heb uitgelegd, voor een lang genoeg tijd, elke maand opnieuw, consistent. Nu, weet we wat dat graaf is aan België? Iets wat dat veel mensen niet weten is, maar je betaalt geen meerwaardebelasting. Jawel, België is op dat vlak, gelukkig maar, een belastingsparadijs. Ik weet het, we betalen gigantisch veel voor alles en nog wat. Maar op dat vlak is België een van de unicums in de wereld. Wij betalen geen meerwaardebelasting, betekende dat als jij vandaag 10.000 euro investeert en dat wordt 100.000 euro met bewijs aan spreken, dan betaalde jij geen meerwaardebelasting op dat geld. Dat mag wel zeker, want wij betalen al meer dan genoeg belastingen op alles en nog wat. En veel te veel belastingen op belastingen op belastingen op belastingen en nog meer belastingen. Dus als ik u een tip mag geven over de manier waarop je moet gaan kijken naar je inkomsten, is wat de meeste mensen doen, is je hebt je inkomsten wat ze dan doen is al hun kosten gaan dekken en ze gaan een Louis Vuitton en een Gucci en Fendi en Prada en alzovoort kopen. En dan hebben ze nog 3 euro op een rekening staan en dat gaan ze dan gaan beleggen, investeren of sparen. Fout. We gaan het omgekeerd doen. En ik weet dat is niet gemakkelijk voor mensen die het al 20, 30, 40 jaar op die manier gedaan hebben. Nu is het tijd om echt rijkdom te vergaren. En dat doen we door een andere manier van denken. Maar hier is een belangrijke mindset shift. Als je effectief rijkdom wilt gaan vergaren, is je hebt inkomsten. Daar eerst... Je investeringen van gaan uitvoeren. En ik ga direct een percentage meegeven dat je zou kunnen meepakken om in de toekomst te gaan investeren. En dan pas je kosten te gaan dekken. Op die manier heb je niet die overbodige luxe van. Oh, ik heb nog 150 euro op mijn rekening. Wat kan ik deze maand een keer kopen? En dat is wat de meeste mensen doen. En by the way, wij zijn hier schuldig aan. Ik zie dat hier thuis ook. Elke dag. Komt de postbode langs. Mijn nieuwe pakjes. En nog meer cadeautjes. En nog meer ditjes en datjes. Mijn beste vriend is de postbode. Want die is hier elke dag opnieuw. En dus. Ik weet hoe die dingen gaan. Is het moment dat je wat extra's op je rekening ziet staan. Is het moment dat je ze eerst uitgeeft. In plaats van te denken aan je lange termijn. Dus vanaf nu. Inkomsten. Eerst erop mogelijk investeren. Dat is waarom ik heb een routine gebouwd voor mezelf. Om de 24ste van de maand te ...investeren in het platform, dan staat mijn geld op het platform... ...en nu kan ik op het platform gaan investeren in aandelenfondsen of ETF's... ...en dat doe ik elke 28ste van de maand. Maar dit is toch wel een kleine nuance... ...ik heb ooit een van mijn favoriete leerkrachten, meneer Doren... ...ik kan nooit vergeten, gaf mij economie... ...en hij zei altijd, "Keld, investeer met geld dat je kunt missen. Hij zei, investeer met geld dat je kunt missen... ...dat als je het geld zou kwijt zijn, om god weet welke reden... Dat je desondanks op het eind van de dag nog een flesje champagne kunt open doen en je kunt vieren dat je verloren bent. En dat is helemaal oké. Okay. En ik heb dat altijd meegenomen. Dat was een heel belangrijke les. Investeer met geld dat je kunt missen. Nu, een goede vuistregel om naartoe te streven is dat je 10 tot 20 procent van je netto-loon gaat investeren. Dat betekent dat als je je netto-loon ontvangt, 10 tot 20 procent eraf, stel je voor dat je 2000 euro per maand netto krijgt, dan zal ongeveer tussen de 200 en de 400 euro eerst moeten gaan investeren in een aandelenfonds, bijvoorbeeld. En dan al uw kosten gaan dekken. Dat is een goede en algemene vuistregel dat in mijn beleving iedereen zou moeten kunnen hanteren. En een van mijn lievelingsmentors, Charlie Munger, die jammer genoeg op 99-jarige leeftijd overleden is vorig jaar, zei, de eerste 100.000 euro zijn een bitch. Maar je moet blijven gaan en je mag niet opgeven. Elke dag opnieuw, zoals ik gezegd heb. Elke maand opnieuw, vast bedrag, consistent Periodiek voor een lang genoeg tijd zorgt voor exponentiële groei. Exponentiële groei zal zorgen dat je nooit nog voor geld gaat moeten werken, maar dat het geld voor u gaat beginnen werken en jij dus kunt gaan beginnen leven in plaats van geleefd te worden. Ik heb nog enkele tips opgeschreven om te zorgen dat je na het bekijken van deze video nog middelen en tools hebt om met verder aan de slag te gaan. Nummer 1 is lees volgende boek: The Little Book of Common Sense Investing van John C. Bogle. John C. Bogle is een van de legendes, is oprichter van de Vingyard. Vingyard is iets soortgelijk als de SP 500. Bekijk het voor uzelf. Het is een fantastisch boek over dollar-cost-averaging. Periodiek beleggen, elke maand opnieuw. Er zijn wetenschappelijke studies over gedaan. Dit boek is life-changing, game-changing en gaat u een anders inzicht geven over het investeren in aandelen. Tip nummer 2 is diversifieer. En de manier waarop je kunt diversifieren: de meeste mensen, als je ze hoort praten over 'ik heb geld verloren aan de beurs,' dan is het altijd door hetzelfde. Ze hebben geloofd in een bepaald bedrijf, één bedrijf, ze hebben daar een smak geld tegen aangegooid en dat bedrijf is failliet gegaan of is beginnen dalen, verkeerde keuzes gemaakt, verkeerd beleid, slecht beleid, met als gevolg dat ze heel veel geld verloren zijn. Als je investeert in bijvoorbeeld aandelen, fondsen, dan investeert je niet in één bedrijf, maar dat fonds investeert in bijvoorbeeld tienhonderdduizenden verschillende bedrijven in één keer. En dus je investeert een stukje daarin, in die duizend verschillende bedrijven, met als gevolg dat je al automatisch diversifieert. En dat is hetzelfde principe bij een ETF. Je investeert niet in één bedrijf, maar in meerdere bedrijven, waardoor je een onmiddellijk risicospreiding hebt. Voor mij is het superbelangrijk, geen idee hoe jij bent maar ik wil niet panikeren als ik mijn aandelen in ik keer 20, 30, 40% naar beneden zie gaan, ik wil gewoon rust hebben in mijn hoofd, ik laat dat geld gewoon renderen, zonder mij zorgen te moeten maken en dat doe je door dus te diversifieren en niet door in één aandeel al in en te hopen, hope and pray daar doen we niet aan mee, tot slot, er is een fantastisch platform, vol waardevol artikels dat noemt Curvo, Curvo um, ik heb twee artikels dat ik met u ga delen in de omschrijving, je kunt daar naar kijken zij praten over de beste ETF's voor Belgen die je in kunt gaan investeren. Ik heb er zelf één uitgekozen, by the way, uit één van die tien. En dan heb ik uh, ook een artikel van Kunervo over het beste platform dat het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie. En dat kunt jij bekijken in de link in de omschrijving. Alright, ik hoop dat jij genoten hebt van deze video en ik hoop vooral dat je gaat implementeren wat je geleerd hebt in deze video. Ik heb zoveel geld geïnvesteerd om deze kleine dingen te kunnen ontdekken. Dit zal ervoor zorgen dat ik binnen 10, 20 jaar nooit nog voor geld ga moeten werken, maar dat voor mij zal werken. Sterker nog, ik hoop uit de grond van mijn hart, dat mijn toekomstig kind, de kind dat ik vandaag nog niet heb, deze video gaat bekijken. Dit is een must watch, zodanig dat hij of zij ook gaat investeren, periodiek, elke maand opnieuw. Want hoe rapper dat je begint, zoals dat je gezien hebt, hoe rapper dat je hieraan begint, hoe rapper dat je financieel vrij en onafhankelijk kunt zijn. Hoe dan ook, like deze video, abonneer op mijn YouTube kanaal voor meer waardevolle video's en tot de volgende. Bye bye!